Hé, hey, meneertje. Je hebt een vieze oogjes, ja. Zometeen even schoonmaken. Daar is het andere. En daar staat de andere. Ja, nou. Alle drie binnen. Nou, ik zou je 910 keer binnen, dan mag ik er buiten wanneer het van mij mag. En waar mijn hondje is, die is daar. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg je in eerste instantie. Goedemorgen. Ja, dat kan ik nog steeds zeggen. En ik wens jullie van allen hartelijk welkom bij Corina en de Beestenboel. Gewoon weer een dagje uit mijn leven, ons leven. En het is vandaag de 12e april. En het is inderdaad 11:30. Mijn oren die zijn ook niet wat ze wezen moeten. Ik hoor geruis. Alles klinkt anders. Alle geluiden klinken anders. Ja, ik heb de televisie wel aan, maar het hoort allemaal heel anders dan ik van mezelf gewend ben. Ik weet niet wat ik in onderleden heb, maar het zal wel. Ik voel me verder niet ziek, ik voel me wel goed gereinigd door die oren. Ruizen en toch niet pijn. Maar ja, ik heb een bakje koffie klaarstaan. Ik ben met een broodje bezig. Die ga ik klaarmaken en dat is koffie. Dus ja, dat komt wel goed. Straks komt Rebecca weer, de huishoudelijke hulp. En dat, ik ga vandaag of morgen naar de kapper, denk ik. Vermoed ik, weet het nog niet. Het is nog misschien, ja, ook dat ik op die oren wat weer openknapt of zo. Het lijkt wel dat ze dicht zitten. Maar ik heb ze schoongemaakt en al in het wild. Dus ja, wat er aan de hand is, Joost mag het weten. Oh nee, Joost weet het ook niet. Ik had Joost toch gevraagd. Ah, maar in ieder geval, Ik wens jullie nogmaals een hartelijk welkom bij weer de nieuwste vlog van Corina en de Beestenboel. Het is hier niet echt lekker weer. Het is grijs. Het is triest. Er net wel heel even het zonnetje wel door, maar die is ook alweer vertrokken. Dus ik denk niet dat het lukken zal vandaag. Maar vast dus zeker wel goed. He, 2 dagen, 3 dagen zon en dan denk ik ook weer, ik blijf hier lekker weg. Ja. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik weet niet of het er ergens anders in het land de zon schijnt, maar dat horen we dan wel weer. He. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot strakjes maar weer. Doei, doei. Ja, mijn lieve hondje, je mag zo weer oppassen. Ja. Want vrouwtje, die komt zo meteen heel anders terug dan dat ze er nou uitziet. Ja. Vrouwtje gaat even naar de kapper. Vind je dat wel goed? Ja, hè. Ja, hè, man. Ja, lieve vrienden. Zoals jullie al horen, ik ga dus naar de kapper toe. Ik meende dat ik dat vanochtend ook al gezegd had. Ik ga dus naar de kapper. Maar ik laat het helemaal anders doen dan anders. Ja, dus let goed op hoe ik er nou uitzie. Ja, gewoon zo normaal. Gewoon normaal. Ja, lok de andere kant op, maar doet er niet toe. Maar straks kom ik heel anders terug. Ik neem jullie dus niet mee, want het is zo kort bij. Dus ja, dat is de moeite niet voor mijn GoPro. Ik neem mijn mobiel mee, dus ja, ik vlog misschien. Ik weet niet of het daar binnen mag, maar als het mag, vlog ik beetje bij beetje. Want anders loopt mijn batterij ook weer leeg. Dus ja, beetje bij beetje misschien als het van hun daar mag. En anders kom ik weer terug en dan doe ik het gewoon thuis weer. Is hetzelfde. Ja toch? Dus lieve vrienden, tot straks. En dan zien jullie het resultaat wel. Tot. Ja, en zoals jullie zien zit ik bij de kapper. Ja, ja. Te wachten gewoon op mijn scootmobiel. Ja. Ja, met mijn bloemetje ervoor op. Dat gewoon lekker naar binnen gekakeld en zit ik te wachten. Dus kijk maar goed. Ja, dat, we wachten het af. En daar staan, daar wordt eerst zo meteen daar behandeld. En mijn hand kwam er geloof ik voor, maar dat doet er niet toe.
Want het moet ook gewassen worden, uiteraard. En daarna ga ik die kant op. Maar ik weet niet of ik dat daar mag kloppen. Dus dat komt zo wel straks wel. Maar in ieder geval, komt goed. Nou, daar leg ik dan boven de wastafel, zoals jullie zien. Met een paar handjes boven me. Wil jij ook op de vlog of niet? Nou, hoeft niet. Hoeft niet, oké. Je handjes. Mijn handjes mogen. Dus ja, ik word zo lekker even gewassen. Dus zometeen zal ik wel weer vloggen. Want er komen spatjes op me links. Nou, toen die dook is. En toen zaten we weer voor een spiegel te koekeloeren. Ik doe zo lekker mijn oogjes dicht en bekijk het maar even. Ze weten ongeveer plus minus hoe ik het wil hebben. Ja, en komt allemaal goed. Ik vertrouw erop. Komt altijd goed. Toch of niet dan? Echt wel. Echt al, zegt ze. Zeker wel. Ja. Nou, lieve vrienden, ik sluit en jullie zien straks het resultaat wel. Toedeledokie. Ja, ja, en helaas niet paars, maar blauw. Ja, en hoe komt dat? Omdat ik voor mezelf veel grijs ben. En er zit een klein beetje paars in. Ja, ik zie wat. Het is wel leuk. Toch, Petra? Zeker. Ja, ik ben er blij mee. Maar de volgende keer gaan we toch proberen het paard te krijgen. Ja. Ja, gaan we doen. Gaan we doen, zegt Petra. Nou, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik ben weer thuis, zeggen we dan. En zoals jullie zien, ben heel extreem veranderd. Maar het is alleen nog niet paars geworden, wat we hadden gehoopt. Maar door mijn eigen kleur haar, zij had gedacht, ja, we doen het altijd met blond haar meestal. Dan wil dat pakken, iemand die licht is. Ik ben licht van mezelf en ze doet er paars in. Wat wordt er? Nou ja, kijk in mijn wonder zelf. Er zit wel ergens, weet ik van waar, wat paars in. Maar hoe en wat, ik weet niet. Het is enkel meer blauw geworden. Maar het is wel leuk, vind ik zelf. Ja, ik ben er blij mee. Echt, ja, dat, ja, ben er maar aan. Ja. In de wintertijden zal het wat langer worden, maar zomers wil ik er een beetje zo eruit blijven zien. En komt af en toe een ander kleurtje erbij in. We blijven ook doorproberen, want ze gaat uitzoeken wat ze moet doen om het wel paars te krijgen. Dus ja, het zal ooit een keer paars worden. Ja. Men had het er ook al over een zwarte lok. Nou, ik weet niet. Zwart maakte mij altijd een kwaad uiterlijk. Dat ik een kwaad uiterlijk kreeg. Dus ja, ik weet het niet. We wachten het af. We zullen het beleven. Ze zeggen, ik ga even van de rust genieten. Het is bijna 6:00. Ja, want het is een drukke, lange kappermiddag geworden. Ik heb wel een soort boodschapjes gedaan. Bij de DK-markt. Ik heb even een slaatje en een soepje meegenomen. Nou, ik heb in de koekenpan om het eten zitten. Dus ik ga straks lekker eten en mijn hondje verzorgen en de poezenbeestjes verzorgen. Dus ook daar heb ik wat lekkers van meegenomen. Ik heb die blikjes, dat is voor de poezenbeestjes. Alle drie hetzelfde. En voor mijn hondje Woefwaf. Heb ik die meegenomen. Dus ja, een groter beestje, ook een groter bakje. Dus, maar er wil er één uit, die ga ik er eerst even uitlaten. Ik zeg dat strakjes! Ja, lieve vrienden, daar waren we weer eventjes om jullie natuurlijk een hele fijne avond toe te wensen. En deze vlog ten einde te brengen. Mijn hondje ligt lekker op de bank. Ja, daar zullen we eens eventjes naartoe. Dat ligt lekker. En ondertussen heb ik ook goede tijden en slechte tijden op. Ik dus momenteel reclame. Maar daar ligt hij. Lekker te slapen. Ja, slapen. Wat hij oogjes open en aan het kwispelen. Ja, dat. Ik zeg dan gewoon een hele fijne avond gewenst. En voor later wel rusten. Lekker slapen. En gezond weer op. Met Gods zegen uiteraard. En aan de andere kant van de nacht zou ik maar zeggen. En tot de volgende vlog.
Doei doei!